Dus welkom bij onze oefendag. We zijn vandaag uitgeweken van onze normale locatie, omdat ze daar aan het verbouwen zijn. Maar vroeger dansten wij hier al. Dit is namelijk het Boegbeeld in Almere. En daar zijn wij vroeger vaker geweest dansen om te oefenen en zo. Dus het is niet echt onbekend terrein voor ons, dat is natuurlijk fijn. We zijn nu al wat leerlingen aan het verzamelen. Vandaag zijn we van 5 tot 8 hier. Dus de kleintjes mogen om 7 uur al weg natuurlijk. Maar wij zitten echt tot 8 uur. Nou, er zijn hier al wat leerlingen. Shwita heeft heel hard muziek op staan, dus ik moet een beetje gaan gillen. Isa heeft er echt veel zin hoor. Ja, veel zin in. Die twee daar, die hebben te veel energie. En deze is gewoon aan het snappen. Nou, waar is door de regen? Ja, same. Kijk hier. Ik weet niet wat het is, maar ja. Maar wat heb je allemaal nog gezegd? Nou, dat we zijn uitgeweken naar deze locatie. Maar we kennen het al, dus het is niet heel onbekend en dat is natuurlijk fijn. We gaan vandaag oefenen voor 2 optredens. Het wordt een volle bak, dus ik krijg 30 kinderen tegelijk of zo. Maar ze kennen mijn aanpak. Ja, helaas en wel. En dan schoenen. Nee, mijn stem is genoeg. Oh ja. Deze ogen zijn genoeg. Nee. Ze lachen misschien nu nog, maar ik weet niet naar de les. Ik geef wel een update. Oké, dat was het. En jij? Ja. Pak maar een blauw voor mij. Dankjewel. En nu mag je naar mama. Mama, niemand hoeft meer. Ja, dat was alles. We hebben op de... Groep 1 en 2 gaan er nu vandoor. We hebben nog een uur te gaan. Let's go! Yes, ik ben kapot man. Maar we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon verder. Naar de rest gaan ze gaan ons verlaten nu. Ze gaan weg. Lekker dit. Onze bijna birthday girl gaat ook weg. Ja. Doei doei. En onze mooie Moa gaat ook weg. Ja, laat ons maar lekker alleen bikkelen voor nog een uur. Thank you. Sowieso. Dus nog een uur te gaan en then we're done. Goedemorgen iedereen. Mr. J in the house, die is me komen helpen. Want ik heb me gisteren laten vaccineren. Ik loop mijn auto ook gewoon voorbij. Dus mijn arm is een beetje lam. Stillen. Gaat een beetje moeizaam. Ik weet ook niet hoe ik mijn auto ga sturen, maar het moet. Drukke planning, want mijn nichtje is ook jarig. Vandaag is haar feestje. Kan je die deur voor me openen? Dan ga ik even haar taart ophalen, die afgeven. En dan gaan we naar locatie. Super handig bezig, Ash. En dan waarschijnlijk neemt iemand anders het vlog even voor mij over. Want dit wordt niks vandaag. We lopen nu naar locatie, jongens. En dan jij neemt mijn koffer. Dat is echt anders. En mijn zus. Oh, ik word gebeld, dus ik moet even stoppen. We zijn nog een beetje bezig. Nee, is in de make-up. Ik ben al ready. De kleintjes zijn ook nog bezig hier zo. Lekker druk. Alle mama's zijn erbij. Ja. We zijn natuurlijk ready om te knallen. Even kijken hoe het gaat met onze Ashiwiti. Die is heel gesprek aan het voeren hier. Nou, hoe gaat het met je vandaag? Het gaat heel bizar, jongens. Nee, ze heeft een prikkie gehad, dus gevaccineerd. Gevaccineerd, ja. Maar ik kan mijn arm niet heel goed omhoog houden. Maar als jullie kunnen zien, mama's er helpen. Ja, dat heb ik al. Kijk hoeveel mama's mij helpen. Ik heb eigenlijk bijna niks gedaan vandaag. Zo goed is het team. We hebben genoeg hulp. Haar zullen we vandaag niet nodig hebben, alleen voor support en liefde. Dus, kijk jongens, onze enige jongen is er ook. En hij ziet er super leuk uit vandaag. Nee, we zijn ready. Gelukkig was je daar vandaag niet opgetreden. Maar dat betekent wel dat ze morgen moet knallen, jongens. Want morgen doet ze wel mee. Dus we zullen zien hoe ze er morgen aan toe is. Ashka en ik zijn even een panty gaan kopen voor Ashwita. Want mevrouw is er weer uitgescheurd. Dit keer heeft ze mijne niet gescheurd. Nee, die van haar zelf. We hebben ook een beetje bubble tea hier.
Ja, deze dame heeft een beetje problemen met deuren, dus ik wil zien hoe het nu gaat. Hij staat open. Jay is lekker serieus aan het bellen. Oké, okay, nou kijk, nu gaat die deur niet meer in haar gezicht dicht. De ladies zijn lekker aan het oefenen hier. En de rest kijkt mee. Davy danst zelfs mee. De mama's zijn hier gewoon lekker aan het babbelen. Oh my god, salut. Ja, lekker gezellig. We hebben ook een paar hulpmama's erbij. Niet alleen maar onze mama's die dansen, maar niet optreden. Ja, hier! Nou, ik vind dat jullie toch wel mee moeten... Hi boy. Oké, okay, ze gaat het dansje voor me doen. Hey Ash, wat is dat? Wat is dat? Maar godsamme! Oh, wat een heksen! Ik zie al dat ik niet. Helemaal ready om te gaan. De hele groep is er. Allemaal zwaaien! Yes, we zijn met de volle bak vandaag. Ashwita die is er ook nog. Het is lekker stil vandaag. Want de armpje doet pijn. Dus zijn jullie niet van haar gewend, dat weet ik. Maar zulke dagen horen er ook bij, hè. Maar nog steeds is hij voor support en liefde. Dus you better do that. En hier zijn wij, cultuurhuis. Deze is helemaal blij. Oeh, daar zijn ze!
net het optreden gehad. We gaan nu weer omkleden. Het was een beetje een krappe locatie, maar we will make it work. Ja, the show must go on. Hoe vonden jullie van het optreden? Ja, super leuk. Zij heeft me kapot vaak geslagen, maar maakt niet uit. Hoort erbij. Hoort er allemaal bij. Ze krijgt de klappen nog terug. Nee, maar op welke manier, dat zal ik nu nog niet vertellen. Nu gaan we weer omkleden. Ja, maar dat betekent dat je ook mag klappen. Nee, nog niet. Nou, nu gaan we weer omkleden. Het is leuk geweest, morgen weer een dag. Dus, adios.